Dit is weer eens wat anders dan de Olympic Oval in Sochi. Ja, dat is behoorlijk al anders. Dat zijn er toch wel de BN'ers. Hè. Waarom doe je mee? Ik hou van aandacht, ik hou van spotlight, ik hou van vragen stellen. Is ook een springplank gewoon een prima podium voor je? Als ik maar gewoon aandacht heb. Als ik die camera's mee heb. Dat vind ik het leuke. Ik ben een van de slechtste van het programma, denk ik. Wat kan je wel? Vrijwel niks. Als je dit wint, dan treed je niet in de voetsporen van Eric Heiden, Johan Olaf Kos en Sven Kramer, maar in de voetsporen van Lisa Sips. Ja. Ja. Nee. Kom op! Hoe is het nou met iemand te werken die gewoon bekend is geworden omdat hij iets goed kan? Ja, dat is een hele vreemde gewaarwording. Hij is gewoon echt iemand, weet je? Dus dat is gewoon vet. Ongelooflijk sixpack, hè? Olympisch kampioen geweest, 3 keer. Ja. En aan van de duikplank. Grote hoogtes en dan diep zinken. Wat dat betreft is het programma wel op jouw lijf geschreven. Juist. Ik blijf drijven op Almond Plastics. Dus dat was een groot voordeel. Dat hebben ze ook van tevoren hebben ze dat getest. Je besleert jezelf. Wat dan? Nou ja, ik... Waar gaat je carrière? Nee, dat gaat niet gebeuren. Ik heb vanochtend ook gesprongen. Het ging aardig goed. Ik wens je heel veel succes en ik hoop je hier nooit meer te zien. Ja, dankjewel. Gaat goed komen. Steun ons. Ga naar poontmoetblijven.nl en druk op die knop.